mooi dan. Vandaag. Als wat anders zit dan een strabbestje zo. Ja. Oh. Hij had heel zijn aan en zegt tegen van of je een zotte boel wordt dat. Van de burgerlijke stand verklaren in naam van de wet dat Nico van Hekken en Mirjam Philips door het huwelijk verenigd zijn. Gefeliciteerd. Dank u wel. En dan luisteren we nu even aandacht naar de voorlezing van de akte. Op 28 december 2018, te 15 uur en 0 minuten, met inachtneming van de artikelen 64 en 75 van het burgerlijk wetboek, na afzonderlijk de verklaring te hebben ontvangen van de partijen dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten, hebben wij in naam van de wet uitgesproken dat door de echt zijn verbonden van Hekke Nico Albert, geboren te Assenede op 15 juni 1970, wonende te Assenede, zoon van Hekke Adelijn Emiel en van Cathew Jeannette Christiane. En Philips Mirjam Marleen Nadine, geboren te Gent op 1 maart 1963, wonende te Assenede, dochter van Philips Erik Leonard Alphons en van de Veire Georgette Janine. Als getuigen zijn hierbij aanwezig van Hekke Nancy, 37 jaar, wonende te Zeelen, van Houtem Bram, 24 jaar, wonende te Assenede, van Houtem Evelie, 32 jaar, wonende te Deinze, en van Hekke Adelijn, 70 jaar, wonende te Assenede. Dan maar een beetje hier langs voor de ondertekening van de akte. Dus hetgeen ik dus zo net heb voorgelezen wordt daarop opgelegd. Ja, en hier is het. Ja. En hier. Ja, meneer, wat heb ik nog een keer weten? Meneer, wat moet ik tekenen? Ja, wat moet ik tekenen? Alles is die schuur. Met juiste naam, hè? Ja, mevrouw.
vrouw naar de laatste. Twee keer. Dank u wel. Mag ik dan vragen aan de getuigen om ook te komen tekenen? Ik ben altijd geen 2 meter zo, hè? Het is dit engagement van het huwelijk te behoren. Landelijk zegt jongen. Ik ben op mijn leeftijd. Ik weet van waar dat komt. Alle mensen proficiat met de jaloer. Toch eventjes vragen, Nico. Goed gelezen wat je bekeken hebt. Ik heb het althans gezegd van, ik deed met mijn boek. Tweede januari komt terug. Dat is niet open. Ja, dat wordt gedaan. Dus, het is een groot wit pad. Ja. Het is althans het belangrijkste contract in het leven. Het is een levenslang contract. Ik kan dat u levenslang veel geluk en veel liefde wensen samen met Mirjam. Waar ik dat Mirjam het zonnetje in huis genomen heb. Dus dat zal allemaal wel lukken. Ik kijk naar dat horen pas. Dus we wensen u alleen, ik kijk er ook al lang naar uit, we wensen u dus vandaag, maar ook de komende dagen natuurlijk nog veel geluk en veel liefde. Ik kijk er ook al lang naartoe uit, naar dat huwelijk, en plots is dat daar. Geniet ervan, geniet er samen met uw vrienden en uw familieleden van, want het is vooral voorbij. We gaan regelmatig bij mensen die 50 jaar getrouwd zijn, en allemaal zeggen hetzelfde. Die 50 jaar is eraf voorbij, maar die ene dag, die huwelijksdag, is ook zo eraf voorbij. Dus geniet ervan. Wij hebben nog een paar cadeautjes voor u. Eén, het befaamde huwelijksboekje. Er is plaats voor 15 kinderen. Het is Dat is een kans. Dat is een cadeaubon van de gemeente.
inkopen doen bij alle zelfstandigen in Hasseneventjes. En ik ga u ook nog een keer hier vragen voor de overhandiging van de ringen. Ja. Kijk eens, die is hier aan. Dan Nico, en wie is voor nu dan? Nou, die vinger of die andere vinger? Ik wil als er niet echt genoeg te zijn. Toch maar die stijve vingers. Ja. Ja. Mocht ik hem nog afdijden? Dankjewel. Jullie blijven hier staan en de rest van de familie en de vrienden over jullie hier komen feliciteren. Weet ik maar wat er komt, dat mag ik. We doen het eens. Ja, die hebben de vaste. Ik heb een verschot. Dankjewel. Maar oh, ik ga het niet opwachten, maar we hebben een beetje te zorgen. Dankjewel. En wat wist je? Al wauw. Och ja. Want Rita is al betaald, zijn dat kleed moet niet naar kijken. André jong. Ja, dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik weet het niet, maar ik een uitje stoel. Ik heb speciaal aangedaan voor deze. Ik heb cowboy. Dankjewel. Ik ook. Ah ja, ik vind dat de melk hier. Ze zijn meegekruid. Merci. Ja, dankjewel. Jongens. Oh, je roept niet. Dankjewel. Ik denk dat het van de acte zelf. Ja. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, jongens, gaan we naar de loods, gaan we daarheen drinken. Papa? Wat? Ja, dat is goed.